Dat moest er zeker van een drempel in, ja. Wat de mens echt, als de eerste keer dat hij is van, ja, wat is mijn leven nu nog, hè? Dat de komst er tussen vrij en blu, en ja. Dat moest ook toevallig. Je treffen wat bied ik pas. Rob Essers uit Klimmen maakte de film. Anderhalf jaar lang volgde en sprak hij met de hoofdrolspelers. Ja, het kruipt een beetje bij jezelf onder de huid natuurlijk. Want je vraagt je natuurlijk af van, hoe zou ik met deze situatie omgaan? Maar je krijgt wel heel erg veel begrip voor de situatie waar deze mensen in zitten. Kijk, voor iemand die 35 is, is dat natuurlijk een beetje ver van je bed. Maar ik ben zelfs 62 en we staan een beetje op de vooravond voor allemaal situaties waar ook in je privégezin er zaken kunnen gebeuren, waardoor je in dezelfde situatie komt. En je zit natuurlijk ook steeds altijd toetsen, hoe zou ik daar zelf mee omgaan? Dat is wel iets wat je zeker afvraagt. Verantwoordelijk wethouder Jeff Kleine van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft al delen van de film mogen zien. Nou, het is een indrukwekkende film. Ik denk dat die ook veel mensen gaat raken om de eerlijke verhalen die daarin voorkomen van mensen, waar mensen echt tegenaan lopen, maar wat ook gedaan kan worden om uit die eenzaamheid weg te geraken. Want er zijn heel veel activiteiten in Valkenburg aan de Geul waar mensen aan kunnen deelnemen. We hebben hier een beweegmakelaar. We werken samen met de seniorenraad. Die hebben een hele hoop activiteiten hier. Maar niet iedereen weet dat. Alleen, het grote probleem is, hoe kom je bij mensen achter die voordeur? Dat is het grote probleem. En op een gegeven moment begint ze in te knippen en dan zit ze op een gegeven moment op 2 uur. Ook Rob Essers verwonderde zich over het grote aantal mensen dat in eenzaamheid leeft. Het verwondert je wel. Maar het is natuurlijk ook best wel moeilijk om stappen te zetten voor deze mensen. Om ergens iets te durven of ergens naartoe te gaan. Je moet wel zelf een stap willen zetten en durven zetten. En je kunt wel hulp krijgen, maar je zal het toch ook een beetje zelf moeten doen. En dat is natuurlijk in een situatie, als je misschien in rouw zit of in een andere situatie, of psychisch hebt wat zwaarder is, ja, dus lijkt die stap nog steeds groter te zijn dan eigenlijk dat je natuurlijk denkt van, nou, ik ben 35 en ik heb heel veel kennis en ik ga morgen naar de kroeg of ik spreek met die af. Dan zit je in een heel andere fase in je leven. De première van de film valt midden in de week tegen de eenzaamheid. En dat is natuurlijk geen toeval. We hebben die film daarom juist ontwikkeld, samen met Severgram, om mensen uit het isolement te halen. En dit is niet goed als mensen zeg maar te maken hebben met eenzaamheid, want er brengen ook heel veel psychische klachten met zich mee. Mensen kwijnen weg en mensen moeten naar buiten, mensen moeten ergens naartoe kunnen, mensen moeten contacten hebben. Sociaal contacten is het belangrijkste wat er is. Ik merk het ook, loop op de straat, zeg tegen iemand goeiedag, soms kijkt iemand je raar aan. Hé, dan zeg iemand goeiedag tegen mij, maar dat moet weer terug in de samenleving komen. Ook voor de wethouder is de première aanstaande maandag een spannend moment. Ja, zeker. Het is een première, hè. Dus ik laat me verrassen. Ik heb een klein stukje gezien ervan. Maar het is een première en dan is het ook voor mij een première. Maar ik weet in elk geval heel zeker dat die film heel erg gaat aanslaan. En ook heel veel mensen de oren en ogen gaat openen wat er speelt in de samenleving. Wat mij betreft, we zijn nu klaar voor de première maandag.